Je kan dus inderdaad ghosting en dan je gewoon ineens zo. Waar is Anne? Anne is weg! Wat ik wel al een hele goede eerste stap vind, is als je dit filmpje kijkt. Want dan wil je het wel op een goede manier doen. Ja. Dan ben je wel geïnteresseerd over hoe doe ik het. Ja, dan kan je dus beginnen. Schat, ik heb een filmpje van de seksoloog in spe gezien. En ik maak het uit. En de redenen zijn als volgt. Te indirect, hè? Nee, maar gewoon, ik zie iemand die echt helemaal zo akoestisch. Ik maak het uit met je, want ik heb het gehad. Maar ik bedoelde iets laten zien of zo. Hallo, daar zijn we weer. De seksoloog in spe. Ik ben Anne en dit is Leila. En vandaag gaan we weer een van jullie vragen behandelen en lekker lullen over seks. Ja, en wat was de vraag? Hoe maak ik het uit? Och, zou die denk je zijn, oh. Ik denk dat het misschien zelfs wel naar aanleiding van ons liefdesverdriet filmpje is gekomen. Ja, dat je dat hebt gezien en dacht, dat wil ik mijn partner aandoen. Nee, maar dat maakt het wel nog moeilijker. Ja. Want ik denk dat het meer de vraag is van hoe maak ik het op een goede manier uit. Omdat je zoveel liefdesverdriet kan veroorzaken, zoals we het vorige filmpje al zeiden. Maar goed, ik denk dat wij vooral aan vertellen dat je het niet moet doen. Nee, want er zijn dus heel veel manieren om het uit te maken. En bijna denk ik het grootste deel daarvan is juist echt een no-go. Nee, en het is nooit leuk om een relatie uit te maken. En vooral niet als het eenzijdig is. Dus als jij het wil uitmaken en je partner helemaal niet over nadenkt. En ook niet ziet aankomen dat dat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk de meest rotte situatie. Wat je niet moet doen. Het echt gigantisch plots ineens uitmaken. Ja, dus dat je gewoon bijvoorbeeld hè, lekker aan het eten bent. Zo dat lekker met kaas ligt. En dan zegt schat, weet je, het is uit. Ja, op je knieën. Je veters gaat strikken. Zij denkt helemaal, oh my god. Ik word te huwelijk gevraagd. En je kijkt op, schat, het is uit. Ja, dat is echt. Dat is niet tactisch. Nee, dat is echt een no-go. Moet je niet willen. Wat dus ook niet moet, en dat heb ik dus een keer laatst ergens gelezen. Oh jee. Dat je dus, dat iemand dan op Facebook een relatiestatus had. En dan, weet je wel, dat ineens naar single had veranderd. Ja. En daarmee wilde zeggen van, het is uit. Is niet de meest nette manier om het te doen. Nee, ik heb daar ook nog een variant een keer op gezien. Dat iemand zijn profielfoto, had hij gewoon de partner eraf gesneden. En die weer als profielfoto genomen. En zo, en toen zag je ook de reactie van die vriendin van, what the fuck, Jack? Ja, nou, dus maar probeer het niet eerst online te zetten voordat de ander het weet. Dus een kleine tip. Via WhatsApp of zo is ook niet echt netjes. Nee. Ik kan ook echt, ik zit een berichtje te bedenken. Hoe je het op een nette manier via WhatsApp uit kan maken. Dat is via überhaupt berichtjes kan niet, denk ik. Ik denk wel dat er misschien één uitzondering is. Mm-hmm. Dat je het dan misschien niet per se via WhatsApp, maar dan via FaceTime misschien. Ja. En dat is als je heel ver van elkaar woont. Ja. Dus als bijvoorbeeld, weet je, dat je het geprobeerd hebt, maar het werkt niet. Je hebt een vriend of vriendin in Amerika bijvoorbeeld en het weet werkt je, niet. Dat zou ook super lullig zijn dat je dan face-to-face doet. Laat je dus iemand helemaal uit Amerika komen. Hey schat, hey darling. En dan ineens, sorry, ik heb het ticket al voor je teruggeboekt, want het is klaar. Kijk, en dan is het een uitzondering dat je FaceTime mag gebruiken. Ook geen sms, geen berichtje, geen mailtje. Wie doet dat? Geen fax, die hoor je mij er altijd. De fax ook niet. Maar dan, beste Leila, hierbij wil ik je laten weten dat onze relatie over is. Met vriendelijke groet, Anne. Ga je me nu zo doen? Nee. Het is nou klaar, dag. Het is maar goed dat we geen relatie hebben, dan kan je me ook niet dumpen. Maar je moet het ook niet soort van stilzwijgend uitmaken door nooit meer iets terug te sturen. En ik weet, jongens, het is hartstikke verleidelijk om dan niks meer te sturen, want dat is hartstikke zeker makkelijk. Bij een soort van prille relatie of een prille scharrel. Dat je eigenlijk denkt, is het überhaupt wel een relatie? Maar, dat wil ik even tussendoor zeggen, scharrels, die moet je ook netjes afsluiten. Je kan dus inderdaad ghosting en dan je gewoon ineens zo, waar is Anne? Anne is weg! En niet meer reageren. Dit doet veel goeds voor je haren. Ja. Nou, kijk, en nu is ze ineens weer terug. En dan heet submarine. Dan kom je dus ineens weer terug. Oh, ik zit helemaal verkeerd. Maar kijk, ik had het helemaal niet zien aankomen dat Anne dit ging doen. Nee. En dat moet je dus niet doen bij het uitmaken. Bij kijkersvragen. De eerste vraag. Waarom hebben mannen tepels? Omdat het hartstikke sexy is. Het zou er echt raar uitzien als mannen er niet zo. Nee.
Maar er is een reden voor. Er is ook een hele biologische reden voor. Leila, dat vind jij vast leuk om uit te leggen. Ja, als embryootjes, als babytjes, als paar cellen waar we mee beginnen, ja, zijn we allemaal ongedifferentieerd. En dat betekent dat er is helemaal nog niet duidelijk of je een jongen of een meisje bent. Het zit wel in je DNA, maar dat komt er niet zo uit. En nee, de romp is een van de eerste dingen die gemaakt wordt. Ja. En dan op dat moment heeft je lichaam helemaal nog niets van de hormonen te horen gekregen of je een jongen of meisje moet worden. Dus ze beginnen gewoon iedereen met tepels. Ja. En als er dan een vrouw, een meisje wordt, ja, dan krijgen ze meer vrouwelijke vormen daar later in. En bij mannen blijft het gewoon lekker vlak. En blijven de tepels zitten. Mm-hmm. En maken ze natuurlijk ook geen melk aan. Nee, de vrouwen maken alleen melk aan. De vrouwentepels zijn als enige functioneel als je kijkt naar voorplan. En mannen kunnen trouwens wel erogene zones hebben. Of de... Ja, kunnen wel gevoelige tepels hebben. Ja. Oké, en de tweede kijkersvraag. En dat heeft Anne zich heel erg voor de best voorgedaan. Want waarom zijn rode lippen aantrekkelijk? Ja. Anne, waarom heb je rode lipstift op? Omdat ik gewoon wil dat jij mij aantrekkelijk vindt en opgewonden wordt van mij. Nou, er is dus ook een onderzoek gedaan die dit ondersteunt. Dat mannen aangaven dat ze het aantrekkelijk vinden. Omdat het hen doet denken aan een opgewonden vagina. Want wat gebeurt er als de vagina en de vulva opgewonden zijn? Of ja, de vrouw die eraan vastzit. Dan zwellen de lippen wat op. De schaamlippen. Ja, door de zwellichamen die ook in de vagina zitten. Ja. Niet alleen in de penis. Nee. En wordt die wat doorbloeder, dus wat roder kan die ogen. En de lippen zouden daar dus onbewust indirect... biologisch gezien. Aandoen denken, dus dan zou de vrouw opgewonden zijn. Als de man een opgewonden vrouw ziet, denkt hij, hey, die is opgewonden. Die moet ik hebben. Ik moet ook opgewonden hiervan worden, want we gaan seksen. Dus kort gezegd doet het de man denken aan een opgewonden vagina. Ja. Dat klinkt nu wel veel minder sexy om het nu op te doen, maar het werkt voor sommige mensen. Dus, ja. En daarnaast trekt het denk ik gewoon de aandacht. Nou, dankjewel weer voor de vragen. Ja. Stuur vooral je vragen door. Ja, dat wilde ik zeggen. En dat kan dan op onze Instagram seksologen in spe. En wat ik ook niet netjes vind, als je bijvoorbeeld een lange relatie hebt en je wilt uitmaken, om het dan bijvoorbeeld 2 dagen voor de hele belangrijke tentamens zo te doen. Kijk, er is altijd een reden om het niet uit te maken. Ja. Dat is wel... Dan is het kerst, een verjaardag, carnaval, een examen. Weet je, er is altijd iets. Alleen het is niet netjes als je het uit wil maken. Dan denk ik, ja, wacht dan 2 dagen voordat het examen gebeurt. Zo'n scriptie voor of echt zo. Echt hele grote deadlines of hele belangrijke leven. Waar sollicitatiegesprek iemand... voor de baan van een droom. Daar kan je het gewoon niet bij gebruiken dat iemand emotioneel onstabiel is ineens. Ja, nu hebben we het al wel een beetje negatief over break-ups. Maar het kan natuurlijk ook prima dat je het samen uitmaakt. Ja. Dat je erachter komt van het botert niet meer zo lekker. Nee, het is niet wat we willen. We zetten er samen een punt achter. Ja. En dan kan, dan kan je nog als vrienden nog misschien verder. Dat is ook een fout, denk ik. Oh. Je kan wel als vrienden verder. Maar heel vaak denken mensen, dan is het echt zo... Ik denk dat een van de meest gezegde zinnen in een break-up is... Maar ik wil nog wel vrienden maken. Maar je kan niet de directe dag erna beste vrienden zijn. Je moet ook gewoon... En niet met elke ex hoef je een vrienden te blijven. Nee. Dit is echt een soort bijna uitzondering bij exen dat je er goed bevriend mee kan zijn. Ja, en als dat is, dan heeft dat vaak tijd nodig. Ja. Want je kan niet de ene dag zeggen, oh, je bent mijn vriendin. En dan over 2 dagen van, dit doen we allemaal niet meer. Maar dat kan niet, er is nu een scheidingslijn tussen. De vraag, hoe maak ik het nu op een goede, volwassen manier uit? Ik denk dat het ook belangrijk is om goed te... vertellen en we argumenteren waarom het zo is. Want je kan wel face-to-face, maar als ik dan zeg, het is uit. Ja. Je moet dan wel een beetje kunnen zeggen van, het werkt niet meer. Ik voel me er niet goed bij. Ik ben verliefd op iemand anders. Ik kan natuurlijk veel redenen hebben. En hou die redenen vooral eerst bij jezelf. Dus ga niet de hele tijd zeggen, jij bent de reden. Jij vindt dit. Jij ruimt de was niet op. Ja. Dan kan je beter zeggen, ik vind het vervelend dat de was rond ligt te slingeren. Of weet ik het. Maar hou het bij jezelf. Ja. Wat ook belangrijk is, is dat je wel een soort van meteen het gaat vertellen. Dat je er niet te lang omheen draait. Oh schat, ja, er is wat... Diegene voelt het echt wel aan. Het is beter dat eerst gewoon dat je het vertelt en daarna de redenen vertelt. Ja. En dat je daarna in gesprek kan dat die ander heel de tijd zit te wachten van wat is het nou? Gaat het nou uit? Wil je een break? Je moet er niet te veel omheen draaien. Nee. Troost diegene ook en zo. Het is niet dat het dan ineens allemaal bam
afstand moet zijn en stom, maar dat je wel ruimte geeft en dat je ook van jezelf eerst weet, want je weet hoe dat diegene gaat reageren, ja. Waarschijnlijk dat je dat weet. Want sommigen worden boos, sommigen worden verdrietig, anderen die blijven stil. Hysterisch. Iemand anders hartstikke blij, want die wil het al jaren dank met je uitmaken. Je denkt, oh, heilig. Ja, dus... Maar goed, hoe maak ik het uit? Nou, doe het gewoon op een volwassen manier. Ja. En praat in iemands gezicht. Ja, geef redenen vanuit jezelf. Ga niet te veel om het onderwerp heen draaien. Ja, dus begin met het uitmaken. En ga het niet via social media doen of via WhatsApp. Oké, nou, dankjewel voor het kijken en heel veel succes met het uitmaken. Ja, ja. En adviseer dan als het uit is voor jezelf en voor je ex-partner, toekomstige ex-partner, onze video over liefdesverdriet. Ja, dat helpt ze dan wel weer verder. En ben een beetje een goede ex. En nog een beetje later kan je weer kijken naar het filmpje Seks met je ex. Heel goed bruggetje. Ja. Oké. Okay. Doei!